Ik open deze vergadering en ik heet u van harte welkom bij de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat. Aan de orde is het debat Mijnbouw Groningen. Ik heet de Kamerleden welkom, ik heet de staatssecretaris van Economische Zaken van harte welkom. Voordat ik begin, aan mijn linkerzijde is een Kamerlid die formeel geen lid is van deze commissie. En ik kijk even of de Kamerleden bezwaar hebben dat wij hem ontheffing verlenen. Geen bezwaren, dat is hartstikke goed. Dan kan de heer Van Hagen ook deelnemen aan dit debat. Wij hebben 4 uur de tijd. Er had zich 1 Kamerlid aangemeld voor dit debat. Het zijn er inmiddels wat meer geworden. Ik wil vooraf geen interrupties afspreken. Dat is altijd een beetje een trial and error. Maar ik ga wel de interrupties van jullie noteren. Dus als het een beetje te kortig wordt, ga ik wel ingrijpen. Dan wil ik met het debat gaan aanvangen. U heeft 5 minuten spreektijd. En dan geef ik als eerste het woord aan de heer Van Hagen. Voorzitter, het sluiten van het Groninger gasveld is technisch gezien onnodig. Het is een financieel drama en een politieke blunder. Nadat de staat fout op fout heeft gestapeld, worden de Groningers nu opnieuw de dupe van een falende overheid. En misschien goed om het foutenfestival van de afgelopen jaren nog even te noemen. Het productieniveau was jarenlang veel te hoog, met als dieptepunten 53 miljard kuub per jaar in 2013, met als gevolg uiteraard extra aardbevingen in Groningen. En omdat er nooit water- of stikstofinjectie is toegepast om de druk in het veld op peil te houden, is de druk gedaald van ongeveer 350 bar naar 80 bar. En dat leidt natuurlijk weer tot extra seismische activiteit. De overheid heeft de inkomsten uit het Groninger gasveld nooit in een fonds gestopt, maar naar goed socialistisch gebruik volledig verjubeld. En vervolgens kregen de Groningers geen compensatie, geen versterkingsoperatie en geen aandeel in de opbrengsten. En na deze opeenstapeling van fouten heeft het kabinet besloten om de grootste fout te maken, namelijk het sluiten van het Groninger gasveld. En dat terwijl de oplossing die BVNL continu aandraagt technisch mogelijk is, financieel enorm veel zou opleveren en zou helpen om Nederland weer soeverein te maken op het gebied van haar eigen energievoorziening. Want voorzitter, het is technisch mogelijk om de resterende 450 miljard kuub, en dat is ongeveer 1000 miljard euro aan gas, veilig te produceren en daarmee de Groningers ruimhartig te compenseren. En dan kunnen we de Groningers in het winningsgebied allemaal bijvoorbeeld 100.000 euro geven. En dan stoppen we 10% van de opbrengst in een fonds voor de provincie Groningen. En ik vraag het nog maar een keer aan de staatssecretaris. Waarom kiest het kabinet niet voor deze technisch haalbare en financieel solide en veilige BVNL-optie? En heeft de staatssecretaris ooit gehoord van het syndroom van Vattenfall? Waardoor Nederlandse bejaarden zwaar onderkoeld het ziekenhuis worden binnengebracht omdat ze de gasrekening niet meer kunnen betalen. En is hij zich bewust van de relatie tussen de gasprijs en het sluiten van het Groninger gasveld? En hoe weegt hij het advies van de GasUnie van 31 januari om het Groninger gasveld een jaar langer op de waakvlam te houden vanaf 1 oktober 2023? En kan de staatssecretaris aangeven wat de status is van de stikstoffabriek in Zuidbroek? BVNL heeft al vele moties ingediend om het Groninger gasveld weer te openen. En we zullen dit blijven doen. En als we ooit de kans krijgen, dan zullen we het Groninger gasveld weer in productie nemen en de Groningers laten meedelen in de opbrengsten. En samen met onze BVNL-provinciale statenlid Robert Pestman zullen we dan eerst uiteraard een referendum organiseren, zodat de Groningers er zelf over kunnen beslissen in plaats van een stel bureaucraten in Den Haag. En dan nog een paar andere vragen over gas van eigen bodem. Hoe staat het met de exploratie en productie van Nederlands schaliegas? En kan de productie uit velden in de Noordzee versneld worden? Voorzitter, dan geothermie. BVNL is voorstander van de grootschalige uitrol van geothermie. Voordat het verder gaat, de heer Van Hagen, er is een interruptie van de heer Boelekjaar. Ja, voorzitter, dank. De heer Van Hagen ging over naar volgens mij een ander thema. Naar geothermie, maar ik heb een vraag over de gaswinning in Groningen. Het is iedere keer een twijfel van, moet ik daar nou op reageren? Maar ik denk dat het goed is om dat toch te doen. De heer Van Hagen presenteert zich als de techneut, als de expert in het kabinet. Stel, lamzakken zijn, om het maar in zijn woorden een beetje te parafraseren. Ik zag een ronkende tweet van de heer Van Hagen vorige week dat 1 kuub aardgas gelijk staat aan 1 kuub LNG-gas. En kan de heer Van Hagen daarop reflecteren? De heer Van Hagen. Nou, ik weet niet precies wat er nu bedoeld wordt, maar Ik heb in ieder geval nooit lamzakken genoemd. Ik zeg wel continu dat mensen die geen technische opleiding hebben besluiten nemen. Dus dan bedoel ik de bureaucraten in Den Haag. En ik denk dat er nu bedoeld wordt de vergelijking tussen LNG en de productiekosten in het Groninger gasveld. En dan zijn inderdaad de productiekosten van een kuub gas in het Groninger gasveld, dat is 5 cent. En wij importeren nu LNG en dat kost ongeveer 1 euro per kuub. En daar zit een factor 20 verschil in.
En ja, dat wordt nooit helemaal duidelijk, maar die rekening komt uiteindelijk bij de consument te liggen. En daardoor worden dus bejaarden nu onderkoeld het ziekenhuis ingereden. En wij zouden heel makkelijk energie soeverein kunnen blijven door inderdaad onder andere het Groninger gasveld in productie te laten. En ja, ik blijf erbij. Technisch gezien is het veilig om daar te produceren. Verschillende hoogleraren, ik noem hem David Smulders, heeft daar ook over bericht. Maar dan moet je wel stikstofinjectie of waterinjectie of misschien zelfs CO2-injectie toepassen. Dat kan allemaal. Het is een politieke, stupide beslissing en ik zal dat blijven herhalen. Ja, voorzitter, terug naar die tweet. Terug naar die tweet, want de heer Van Haga herstelt hem niet. Hij stelt daarin, 1 kuub aardgas staat gelijk aan 1 kuub LNG. Maar dat is technisch onjuist. 1 kuub LNG staat voor 600 kuub aardgas. En u maakt een onterechte vergelijking. En u feitenvrij de tweets, volgens mij over de rug van Groningen, is gewoon niet wat we moeten doen. Er zit geen vraag en u kunt uw betoog vervolgen. Goed, voorzitter. Dan, ik was volgens mij bezig om te beginnen over geothermie. Ja, wij zijn voorstander, BVNL is voorstander van grootschalige uitrol van geothermie in Nederland en juicht de brief van de staatssecretaris toe. En we hebben de overtuiging dat geothermie op termijn een groot deel van de warmtevraag kan leveren voor huizen, bedrijven en de lichte industrie. En bovendien is het een kosteffectieve en technisch verantwoorde manier om energie te winnen die niet onze elektrische infrastructuur verzwaart en dus prima past in de energiemix naast kernenergie, zonne-energie en aardgas. En we kijken dan ook uit naar concrete plannen van deze regering om dat proces te versnellen. En ik zou daarom ook willen vragen hoe het staat met de op 20 december 2022 aangenomen motie van BVNL, waarin we ook vragen om de grootschalige uitrol van geothermie te versnellen. Voorzitter, BVNL is ook voorstander van oliewinning in Schonebeek. Ik heb er ooit zelf op de Simwell van de NAM mogen werken. Dat is erg plezierig. En nu uit de maatschappelijke kostenbatenanalyse, de MKBA, is gebleken dat de oliewinning in Schonebeek een aanzienlijk positief welvaartseffect heeft, ben ik benieuwd naar de keuze van de regering in zaken dit dossier. Blijft het kabinet volharden in haar antifossiele brandstoffenmissie of is de regering tot inkeer gekomen en gaat ze nu eindelijk het belang van Nederland voorop stellen? Voorzitter, BVNL zal zich blijven inzetten voor rationeel klimaatbeleid waarin duurzame innovatie wordt gestimuleerd terwijl we gebruik maken van onze natuurlijke hulpbronnen. En BVNL zal zich blijven inzetten voor energiesoevereiniteit in Nederland waarbij we in Nederland onze eigen energie lokaal produceren en lokaal consumeren, zodat we niet meer afhankelijk zijn van andere landen voor onze energie. Dus laten we zo snel mogelijk weer gaan produceren uit het Groninger gasveld, maar dan met gebruik van water- of stikstofinjectie en met compensatie van de Groningers. En laten we zo snel mogelijk gebruik gaan maken van geothermie. En laten we zo snel mogelijk een paar kerncentrales bouwen in het belang van Nederland. Dank u wel, voorzitter. Dank, heer Van Haga. Keurig binnen de tijd geef ik het woord aan mevrouw Pekkerman namens de SP. Ja, dank u wel, voorzitter. Drie nieuwsberichten gisteren. De gezondheid van Groningers met en zonder...